Buitenspeeldag niet alleen leuk, maar ook broodnodig. En speelzone van Jantje Beton in de Heze gereed. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Drukke straten, videogames en te weinig speelplekken zijn al jaren de redenen waarom kinderen en jongeren de straat niet meer opgaan om lekker te spelen. Om dit onder de aandacht te brengen en de kinderen te stimuleren om veel vaker buiten te gaan spelen, worden er jaarlijks een buitenspeeldag georganiseerd. Op die dag worden straten afgesloten om zo de kinderen veilig te kunnen laten spelen. En dat vinden de kinderen in Osseveld bijvoorbeeld maar wat leuk. Vertel eens, wat vind je van deze buitenspeeldag? Heel erg leuk. En, ik ga ook met Luca. Goed, want je gaat niet de hele dag op tv zitten. Nu kun je gewoon lekker buiten spelen. Wat vinden jullie van deze buitenspeeldag? Heel leuk. Waarom? Ja, je kan veel dingen doen. Je kan buiten spelen, je kan voetballen. Vind je dat er vaker zo'n buitenspeeldag georganiseerd mag worden? Ja. En wat heb jij allemaal gedaan? Voetbal, op de springkussens en hier lekker spelen. En wat vind je nou zo leuk aan buitenspelen eigenlijk? Je kunt van alles doen. Binnen kun je dingen breken. De buitenspeeldag is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Scouting Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon. Zij roepen onder meer scholen en verenigingen op om in hun plaats de buitenspeeldag te organiseren. Wij organiseren de buitenspeeldag vandaag op Woudhuis Osseveld. En wat is er allemaal te doen? Kijk rond, springkussens. Vier springkussens voor allerlei leeftijden. We hebben fietsversieren, schminken. We hebben een hairdesign afdeling. Freerunning, stoepkrijten, spelletjes en vrij spelen. ROC komt, is er, met voetbal. Is het geen immense klus om zoiets groots te organiseren? Best wel. Maar dit is het 8e jaar. En inmiddels zijn wij wel diehards hoor. Ja. Ook op andere plekken in Apeldoorn werden de straten afgesloten om kinderen te laten spelen. Met de rolstoel kan ik nu naar buiten, want ik moet eigenlijk binnen zitten. Oh, dus je mag eigenlijk niet naar buiten? Nee. Maar je doet het wel? Ja. Dus je bent gewoon weggeglipt? Ja. Op 11 april 2012 werd het convenant getekend voor een speelzone in de wijk Heze. Ruim een jaar later is de speelzone gereed en mochten de kinderen woensdag er gebruik van maken. De speelzone wordt aangeduid als een groene speelzone. Een groene speelzone, Jantje Beton heeft een landelijk pilot. Er zijn grijze speelzones waar je in hoogstedelijke situaties veilig van één plek naar een andere kunt komen. En hier willen we een groene speelzone aanleggen. En dan gaat het ook heel veel gras en beplanting en natuur. Hebben de kinderen ook nog inspraak? Ja, we hebben samen met Jantje Beton, die hadden heel veel ervaring met participatie van kinderen. Hebben een brede participatietraject gehad met 20, 30 kinderen. Een kinderactieteam als het ware, waar we breed participatie gedaan hebben. Maar we hebben ook met volwassenen en bewoners voor het eerst een online participatie op internet gedaan. Maar de kinderen hebben dus meegeholpen om deze zone te ontwerpen? Ja, we hebben één dag of een namiddag hebben we gewoon een knutselworkshop gedaan, buiten rondgelopen, gekeken. Ze hebben beoordeeld met goed en slecht, wat vinden jullie goed. En hebben met elkaar maquettes gebouwd en hebben kinderen verteld wat ze leuk zou vinden. Met een drumband voorop werden de kinderen geleid over de verschillende plekken van de speelzone. De speelplekken in de Heze is mogelijk gemaakt door Stichting Jantje Beton. Wat komt er nou eigenlijk kijken bij zo'n speelplaats? Nou, wat we hier hebben gedaan is eigenlijk een project van een jaar. We zijn begonnen om te kijken naar de hele buurt de Heze. En dat is eigenlijk onze visie, dat je kijkt naar een hele buurt en niet alleen maar naar speelplekken. Als je kijkt naar een hele buurt, kan je kijken wat de kinderen daar nodig hebben. Nou, wat we hebben gedaan is dat we begonnen zijn om aan de kinderen te vragen hoe is de buurt? Wat is leuk, wat is minder leuk? Dat hebben we gedaan met groene en rode ballonnen bijvoorbeeld. En zo zijn we een heel traject met de kinderen ingegaan waaruit een ontwerp is gekomen. Dat heeft de gemeente gemaakt. En dat ontwerp is uiteindelijk uitgevoerd en daar staan we nu. En dat hebben we in een jaar gedaan. Dus dat is snel voor zo'n project, maar het is wel een jaar. En wat waren de reacties van de kinderen? Nou, je kijkt maar om je heen. Super enthousiast. Ze zijn super enthousiast. Volgens mij hebben we echt de goede dingen gedaan.
De opening van de speelzone werd verricht door wethouder Hans Brouwer samen met de kinderen uit de buurt. Daarna was het vooral veel spelen en heel veel plezier maken.